Tato, aze, u, ana, na. Please, put me in it, one brand, we were having that easy. One blue, sir. You have been a prayer. You have been a cassie. The inenya may be straight, you mach nyan tata. But you dread that you look at the next sun as next sea. That you pray, you broke up this fabric again. That you don't see in the name of God. And lobby, and sweetie, and friend that you love again. And that he love it. Can even tell you what's that? Man of God, bro, man of sweetie. We don't have a moment for a week. There were a week is no problem, and a lobby, and a street. We hebben net de Brokkenbrede gehad. Aan het eind van het jaar willen we Anana Kidwama Kidwampong heel hartelijk dank zeggen voor alles wat we dus het jaar dat de dagen, het jaar dat achter ons is, is gebeurd. Ook al hebben we tegenspoed gehad, voorspoed, we willen hem daarvoor dank zeggen. En dat hebben we gedaan middels Brokkenbrede. Water is om je te reinigen. Dus daarom hebben we eerst water gedronken om je te reinigen. Brood is verdiensten. En als je verdiensten hebt, als je niet hebt, kun je niet delen. Dus je deelt het met elkaar om meer te krijgen. Dat is dus die Brokkenbrede. Dat je het uit liefde doet met elkaar en naar elkaar toe. En wijn is dat je dus nu in het reinen bent gegaan en ook naar elkaar toe. Je drinkt wijn omdat hij klinkt naar je schreef. Je drinkt wijn omdat hij eerlijk naar je schreef. Yo, naki tomo. Het lijkt wel heel veel op de christelijke laatste avondmaal. Ja, het lijkt op avondmaal, maar... De mensen van ons vroeger deden het Brokkenbrede. Ze gaven met elkaar aan het eind. Je moet het zien net als oostfeest. Je hebt geoost en dan ga je delen. Zo zien we dat. Dit is al voor de zoveelste keer gedaan. Wat is er zo bijzonder aan deze Brokkenbrede? Stichting Fiti Fuwini heeft nu een eigen huis. Hadden, niet een huis. Ik moet u zeggen, we zijn hier begonnen. Toen was die markt er. En in die markt zijn we begonnen met onze eerste Brokkenbrede. Dit is de eerste Brokkenbrede in het nieuw huis. Dus dat is het bijzondere. Gaat dit gebouw elke dag open zijn? En wat gaan jullie hier allemaal doen? We hebben in onze doelstelling dat we alles wat dreigt weg te hebben van de nazaten van tot slaafgemaakte, proberen we dat te behouden. Culinair, gedicht, klederdraag, counselen van mensen, ook dat cultureel gedeelte, dat zullen we hier doen. Daarnaast hebben we dat we de kinderen van de buurt, van deze omgeving, dat we ze ook wat tools zullen geven om een beter Surinamer te worden. Dit is gedaan in verband met de afsluiting van het jaar. Is dat niet een beetje te vroeg, want straks is het kerst? Nee, we hebben ons altijd gefocust midden van de maand december. Dat alle activiteiten sluiten, zodat je nog de ruimte hebt om jezelf nog te gaan schrikken. Zo men zeggen, ik ga wassen, ik ga doen sani voor een eind van jaar door. Dus aan een vroeg.